Ik ben Aaron, ik ben 19 jaar en ik doe nu een verslag voor ondertussen.nl vanuit New York om te vertellen hoe de orkaan de afgelopen dagen hier is langsgeraast. Ik zit zelf een half uurtje buiten de stad New York City en ik kan voorlopig ook de stad zeker niet in, want er liggen overal boomstammen op de weg en water en dat soort dingen. En zelfs hier naast ons huis is nog een boom omgevallen ook, dus... Ja, flink wind was het. Als ik even naar buiten ga lopen, dan kunnen jullie ook nog even misschien zien hoe het nu nog waait. Even kijken. Overal bladeren op de grond en zo te zien. En, maar ja, dit is al niks meer vergeleken met de wind die er de laatste dagen was. Zoals gisteren ging het tot 185 km per uur. Hier hoor je het al, het waait nog steeds goed hard. Ik heb beelden gezien van New York City, zoals op plaatsen als Times Square, waar het normaal gesproken helemaal bomvol is met mensen. En het nu gewoon helemaal volledig uitgestorven is. Ja, de burgemeester heeft ook gezegd tegen iedereen om binnen te blijven. Tot tenminste vanavond nog. En er is nog kans op tornadovorming tot morgenochtend. Maar... ik denk niet dat dat gaat gebeuren. We hebben ook mazzel gehad, want de orkaan was alweer afgezwakt tot een tropische storm toen hij bij New York aankwam. Maar hij is vanaf de Bahama's hierheen gevlogen en heeft langs de Amerikaanse oostkust flink wat schade achtergelaten. Want zo'n 1,4 miljoen mensen zitten nu zonder stroom. En, nou ja... wij hebben dan net het geluk dat dit huis een eigen generator heeft. En dat maakt het dan weer mogelijk dat ik dit bericht voor ondertussen kan doen. En, maar bijvoorbeeld in North Carolina zijn ook ongeveer 11 doden plaatsgevonden. En waaronder een 7-jarige jongen in Virginia die door een boom is geraakt. Nou, dat is natuurlijk heel erg. En ik mag blij zijn dat het mij niet is overkomen. En nou ja, dat is wel ongeveer een beetje wat ik heb meegemaakt hier.